Hier is een filmpje met de uitleg hoe je een drukknop gaat aannaaien. Een drukknop bestaat altijd uit twee delen. Je hebt het mannetje en het vrouwtje. Je naait ze allebei op dezelfde manier aan, gewoon zien dat je hem op de juiste kant legt. Dus bijvoorbeeld wat vaak gebeurt is dat men het vrouwtje er verkeerd op naait. Het is dus wel degelijk de bedoeling dat hij er zo op komt. Uiteindelijk doe je het voor beide hetzelfde, dus ik ga het nu eventjes tonen met het heertje, het mannetje. Nu, ik heb een garen klaar. Dit is cordon, hè. Dus een drukknop naai je altijd aan met ofwel dikker garen, zoals cordon, hè, ofwel een dubbele draad van gewone stikzijde. Maar aangezien dat die ijzeren drukknopjes nogal scherp kunnen zijn en je draad kunnen doorhalen, is het beter om bijvoorbeeld met cordon te gaan werken. Velen denken een drukknop aannaaien dat gewoon een paar keer langs het ene gaatje oversteken, een paar keer door het andere gaatje en zo helemaal rond en klaar is Kees. Helaas is het niet zo simpel, natuurlijk is het ook niet echt moeilijk. Ik ga jou tonen hoe dat moet. Dus we gaan eerst starten met onze draad al in ons stofje te steken. Ik doe dat zo dat het knoopje eigenlijk onder mijn drukknop terechtkomt en dat ik zowel van onder als van boven geen knopje zichtbaar heb. Gaan we door het gaatje. Zo. En dan ga je terugsteken door het gaatje, maar in plaats van nu door te trekken, ga ik de draad onder mijn naald nemen en over mijn draad leggen. En doortrekken. Ik trek het naar de zijkant. Nog een keer. Voor ik hem maar doortrek, mijn draadje onder en boven. En ik trek telkens mijn knoopje naar de zijkant van mijn drukknop. Draadje onder nemen. Onder. Onder. En boven. Ook weer knoopje naar de zijkant. Dit doe je zo vaak als dat nodig zou zijn. Afhankelijk. Oeh, ik heb hem er niet doorgetrokken. En dan weer knoopje naar de zijkant. Voilà. Dan ga je oversteken naar het volgende gaatje. Dan mag je tussen de twee lagen doen bijvoorbeeld. Of volledig aan de onderzijde. Ik vind het netter als het tussen de twee lagen is. Voilà. En dan gaan we weer erdoor. Zorgen onder en boven. Onder en boven. En dat doe je tot als heel je rijtje hier netjes gevuld is en zo helemaal rond. En dan heb je op de meest correcte manier je drukknopje aangenaaid. Succes ermee!